Yo mensen, Jaraski hier. Pakken bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want we zijn namelijk aangekomen in de maand december. Oftewel, het is hartje winter. En omdat het winter is, leveren onze gewassen op dit moment de hoogste prijs op. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb de haver die in onze silo zat, alvast naar de trein gebracht. Alleen, wij hebben natuurlijk ook nog heel veel gerst en een heel klein beetje tarwe in de silo zitten, die ook nog naar de trein moet worden toegebracht. En dan kunnen wij alles gaan verkopen. En dan kunnen we hopelijk de juiste prijzen voor krijgen. Dus heb je er vandaag nou weer zin in? Ram natuurlijk zijn subscribe, blijft straks super gaaf. En vergeet natuurlijk niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen en ook alle nieuwe uploads. En laten we vandaag gewoon een doel stellen van 5000 duimpjes omhoog. Dus kijk je nu deze video, heb je het duimpje nog niet omhoog ingedrukt, doe dat dan zeker. Kei, maar ik echt keihard. En bedankt natuurlijk ook allemaal voor de support. Maar voordat we onze gewassen gaan verkopen, moet ik even ervoor zorgen dat de kippen de komende 6 maanden genoeg voedsel hebben. Dus de tarwe die we op dit moment nog hebben, dat is maar 1500 liter. Die dump ik eventjes in de kippenschuur. En de gerst die wij hebben, want dat is echt volgens mij 30.000 liter. Die gooien we ook eventjes in de kippenschuur. En alles wat we overhouden gaan we verkopen. Want dan weten we namelijk zeker dat de kippen de komende 6 maanden genoeg voedsel hebben. Want als die geen voedsel meer hebben, dan produceren ze geen eieren meer. En als ze geen eieren meer produceren, dan maken wij natuurlijk geen winst meer. Dus daar moeten we ook op letten. De schapen die hebben echt nog meer dan genoeg gras liggen. Je kan het in de verte zien. Ze hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 balen gras. Dus ik denk dat de schapen de komende 12 maanden nog genoeg gras hebben. Dus daar hoeven we eigenlijk helemaal niet naar te kijken. Maar daar gaat het, jongens. Al onze gerst in de bak. En ik denk dat er zo'n 12.000 liter in de kippenschuur kan. Nu hebben we al 1500 liter erin gegooid. Dus we houden meer dan genoeg over. En de prijs waar de gewassen het meeste opleveren is ook bij de trein. Dus vandaar dat ik het daar ga verkopen. En hij zit gewoon bijna vol, joh. Moet je kijken. 33.652 liter aan gerst. Wow. Yo, hoeveel geld gaat het opleveren? Ik ben serieus zo ontzettend benieuwd. Maar eerst gaat er denk ik nog wel 10.000 liter af. Dus we parkeren hem even achteruit. Hier naartoe. Dat doen we steady, want we moeten overal rekening mee houden dat we nergens tegenaan knallen. En dan gaat het. De bak wordt gekiept. Dumpen daar maar allemaal neer. En dan wordt het bijvoorbeeld 8000, 9000 liter pas erin. Oké, dan houden we heel, heel veel over. Dus als die weer netjes terug is, dan gaan we een stukje rijden. Wij moeten naar de trein toe. En jullie hadden ook in de reacties achtergelaten dat er in het stadje waar wij nu letterlijk tussendoor komen, in de put nog een collectible ligt. Dus wat ik ga doen is, ik ga in het stadje eventjes alle putten afzoeken. Want als er een collectible ligt en die levert 100.000 euro op, dan is dat er zeker weten waard. Dus bedankt ook allemaal weer voor de tips. En natuurlijk ook bedankt voor het achterlaten van een aantal supertanks. Ik zeg het elke keer weer, je bent niet verplicht om een supertanks achter te laten. En ga ik deze bocht hier kunnen maken? Dat gaat lukken, dat gaat lukken. Ik moet hier namelijk naartoe om bij de trein te komen. Dus het is een beetje een tricky route, maar we komen er vanzelf wel. Maar voel je niet verplicht om een supertanks achter te laten. Want het is een extra bedankje. Buiten om de video kijken, de video liken, abonneren, reageren. Maar Jerry als eerste heeft een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, je bent echt een strijder. Nou, wat ik allemaal heb gehoord qua werk aan YouTube, oprecht alle respect, vandaar de 2 euro. Kijk eens aan, dankjewel Jerry voor je 2 euro supertanks. Mike Jansen heeft een 5 euro en een 2 euro supertanks achtergelaten. Dus sowieso natuurlijk een high five voor jou. Sam Duineveld heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten, dus dankjewel. Dutchie Cheese heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, goede investering die verrijker. Dat heb jij goed gedaan, Jan. Hey, dankjewel, Dutchie Cheese. Ook voor jou 2 euro supertanks. Lars Blekkenhorst, die had nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus hij, 5 voor jou, jongen. Johnny APD heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Kevin de Beer heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Kian Gerards, die heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, kleine geitje, omdat ik je al heel lang volg vanaf de Black Ops 2 Buried Marathon. Holy knetter, dat is echt al heel erg lang, Kian. Dus dankjewel ook voor jouw 2 euro supertanks. Dan heeft Robin Weigaars nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. En hij zegt erbij, ik wil even zeggen dat ik heel veel respect voor je heb voor wat je doet. Hey, dankjewel Robin. En natuurlijk dankjewel voor alle support. Maar we zijn bij het stadje aangekomen. Dus wat ik ga doen, is ik ga gewoon even snel in alle putdeksels kijken. Want hopelijk
Ligt daar een item in? Wat hebben wij hier? Nee, geen clown en geen collectible. Wat hebben wij hier? Oh! Oh, jullie hadden gewoon gelijk! Oh boy, en... We hebben 100.000 euro ervoor verdiend. Kijk. Oh, dat is serieus gaaf. En dat is ook de enige puntdeksel zo te zien die open staat. Dus we hebben geluk gehad dat we die hele alternatieve route namen. Want we hebben er meteen gevonden. De eerste, de beste puntdeksel die open lag, lag daadwerkelijk de collectible in. Dus dank jullie allemaal voor het achterlaten van die tip, jongens. 100.000 euro hebben we vandaag al verdiend. Dus dat is ideaal. En volgens mij hebben wij nog maar 1 of 2 collectibles nu in de map liggen. En dan hebben we ze allemaal gevonden. En hebben we dus 1 miljoen euro verdiend. Dus helaas gaan we niet meer zomaar makkelijk geld kunnen verdienen. Want als alle collectibles in de map zijn opgeraapt, dan kunnen we niet zomaar heel snel heel veel geld verdienen. Maar het was wel even mooi meegenomen allemaal. Maar we zijn nu ook aangekomen bij de trein. Dus wat we gaan doen, is we gaan natuurlijk al onze gerst, we hebben namelijk nog 26.000 liter over, gaan we hier bij het treinstation dumpen. En dan gaan we natuurlijk de trein even opbellen. Dan gaan we hem huren voor een redelijk hoog bedrag. En dan gaan we het verkopen. Dus gooi het er maar allemaal in. We keepen hem om. Daar gaat het. Kom maar door. Kom maar door. En ik moet je zeggen, die aanhanger is misschien een mega aanhanger, maar het was 100% zeker het geld waard. Want in plaats van dat we nu een aantal keer heen en weer moeten rijden, kunnen we gewoon in één keer alles meenemen, in één keer alles dumpen. En kosten ze dus ook niet extra tijd. Maar dan moeten we heel eventjes naar het centrale kastje lopen. Want dan kunnen we namelijk de trein oproepen. En dan moeten we wel eventjes wachten totdat hij er komt. Maar we hebben nog 1 supertanks vergeten. Want Ricardo Gijs die had nog een 10 euro supertanks achtergelaten. Dus boom, boom. 2 high fives voor jou. En hij zegt erbij: nu ik weet hoeveel moeite je steekt in je video's, meer dan verdient. Hele leuke video, Jan. En ben blij dat je 3 keer per week Farming Simulator uploadt. Hey, dankjewel voor je support, Ricardo. Ja, elke maandag, woensdag en zaterdag een nieuwe Farming Simulator video's. Vergeet natuurlijk niet elke keer de video's te checken. Maar de trein is er nog niet. Dus we moeten hier heel eventjes wachten. Ik sta al 10 minuten te wachten. Het is letterlijk net de NS. Die is ook altijd te laat. Maar ik heb een klein spelletje. Laat nu weten in de reacties of de trein van links, oftewel deze kant. Oh. Oh. Ik zie hem al. Jongens, laat weten of de trein van links of rechts komt. Maar hij is er al. Dat was echt de verkeerde timing, jongen. Dat is bizar. Maar hij komt vanaf links. Uit de andere stad. En goedendag. Starten wij de trein op. De diesel locomotive. En dan gaan wij onze gewassen ophalen. Het enige wat ik hoef te doen is eventjes te dumpen in de trein. Dan natuurlijk heel de route te rijden buiten de stad. En dan kunnen we het gaan verkopen. Oh, ik was vergeten dat die trein zo'n slecht remmen heeft. Rem! We staan bijna stil. We staan bijna stil. Oh, en dan moet ik een heel klein stukje achteruit. Want dan kunnen we gaan bijvullen. Eens even kijken. Gerst. Dump er maar in. Je ziet het er nu allemaal uitkomen. We hebben het natuurlijk net in de silo gedumpt. En omdat het in de silo zit, wordt het nu in de trein gedumpt. En dat was alles. 26.000 liter, dat weet ik niet. Dat is wel even een dingetje. Of hebben wij een extra bakje of niet? Dat denk ik niet, hè. Dat is wel een nadeel, want we hebben namelijk al wat haver in de silo zitten hier. Alleen het probleem is dat wij maar 1 open bak op deze trein hebben gekregen. Oftewel, we kunnen maar 1 gewas meenemen. Want de rest is allemaal een dichte cabine. Kunnen wij onze eigen boerderij zien vanuit de trein? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. De spoorbomen zijn naar beneden. En kijk ons scheuren, joh. Want aan onze linkerkant... Ja, daar is onze boerderij. Hallo. Dat ziet er serieus wel gaaf uit. Ook met al die bomen die er staan. Er waren heel veel mensen die hadden in reacties gezet dat ik de bomen moet omzagen, want dat levert namelijk ook geld op. Alleen die bomen staan serieus heel erg mooi en die passen heel erg goed bij de boerderij. Dus dat is ook de reden waarom ik het niet ga omkappen en niet ga omzagen, want dat is gewoon echt heel erg zonde. Maar we naderen het einde van de map. Dus wat wij dan doen is we rijden gewoon volle vaart hier rechtdoor. Dan rijden we de map uit en dan kunnen we alles gaan verkopen. Boom! En dan krijgen wij, 30.734 euro daarvoor. Dat is echt een hele goede opbrengst. Vooral natuurlijk omdat we ook 10.000, nee net iets minder, 8.000 liter nog aan de kip hebben gegeven. Dus daar krijgen we natuurlijk geen geld voor.
Maar wat we dan gaan doen, is we rennen eventjes terug naar de tracker. Dan zorgen we ervoor dat de haver die nog in die silo zit, we gewoon eventjes bij een ander punt verkopen. Want anders moeten we weer wachten op de trein. En het kost natuurlijk ook geld om elke keer die trein te huren. 10.506 liter aan haver. Dus gooi het er maar in. En het is wel een dingetje dat we natuurlijk, als we het met de trein verkopen, er meer opbrengst voor krijgen. Alleen dat is heel minimaal. En dan gaat natuurlijk automatisch weer 700 euro van de opbrengst af. Omdat we de trein moeten huren. Dus aan de andere kant, misschien dat we er een paar honderd euro meer mee verdienen. Maar we kunnen het ook gewoon hier in het stadje gaan verkopen. En dan gaan we meemaken hoeveel dit nog oplevert. De sla die wij hebben, die ga ik nog even bewaren. Want sla levert namelijk het meeste op in januari. Oftewel, volgende maand kunnen we al onze pallets aan sla gaan verkopen. En we hebben nu ook genoeg om de spinnerij voor de wol te gaan aanschaffen. Dus ik moet heel even goed opletten, want volgens mij moeten we hier naar links. Ja, en daar moeten we te kopen. Kijk. Dan kan ik het beste er achteruit even insteken. Dat moet wel lukken. Er rijden geen auto's, dus we hebben eventjes vrije baan. Oh, er rijdt wel een auto. Sorry meneer, ik ben heel even bezig. Want ik kan hier namelijk de haver dumpen. Je moet heel even wachten. Dat kan wel eens gebeuren. Als je naar de supermarkt gaat, heb je ook heel vaak dat die vrachtwagen in de weg staat. Maar moet je zeggen, ik heb echt serieus wel respect voor al die vrachtwagenchauffeurs. Want hoe zij achteruit die vrachtwagen in de steden erin steken, dat is echt bizar. Ze hebben heel weinig speling. En alsnog, overal komen ze ertussen. Overal komen ze waar ze moeten zijn. En dat is echt wel heel erg gaaf als je dat kan met zo'n grote, grote wagen. Nu hebben ook heel veel mensen onder de vorige video gereageerd dat wij onze McCormick, oftewel de tracker waar we nu in rijden, moeten gaan repareren. En als je rechts in je scherm kijkt, dan tikt die gewoon de rode kleur aan. En rood is nooit goed. Dus omdat we nu zoveel geld hebben, 196.000 euro, wil ik onze eigen werkplaats gaan bouwen. Die kost niet heel veel geld. En we hebben er ook natuurlijk nog heel veel ruimte voor. Dus als ik heel even snel de aanhanger in parkeer, dan kunnen we die gaan bouwen. Ik weet niet precies hoe duur die is. Maar het is heel erg handig. Want als we hier gewoon een werkplaats bouwen, dan hoeven we nooit meer naar de shop te rijden. En dan kunnen we al onze machines, al onze trekkers gewoon op de boerderij repareren. En hier staat die. De voertuigwerkplaats voor 5000 euro. Dat is 100% zeker de investering waard. En ik wil hem eigenlijk hier langs het land zetten. Dan kunnen we namelijk nog heel makkelijk de schuur in rijden van alle twee kanten. Ik denk, ja, ik kan hem hier wel neerzetten. Dan kunnen we makkelijk nog wel de schuur in. En dan kan ik er altijd nog links van iets extra's neerzetten wat we op dat moment nodig hebben. Dus ik ga hem hier gewoon neerproppen. Netjes langs de graslinie. En dan gaat ons 3232 euro kosten. Wat een beauty is het geworden. Ik ga hem ook meteen uittesten. Dus stap maar in. En wat we dan moeten doen is we moeten hem ervoor zetten. Op deze manier. Dan lopen we naar het icoontje toe. En dan kunnen we hem gaan repareren. Oh joh, dit is echt serieus duur. Hij is ook bijna kapot. Voor 8601 euro. Dat is heel veel geld, ik weet het. En wat we hier ook kunnen doen, is we kunnen de tracker gaan configureren. Dus wat wij zouden kunnen doen, is we zouden er een zwaardere motor in kunnen zetten met 310 pk voor een extra 23.000. Mochten wij op een gegeven moment een keer op deze manier dubbele achterwielen nodig hebben, dan kunnen we dat hier gewoon doen. Dus dat is echt perfect. Ik ga dat nu niet doen, want het is nu niet nodig. Maar dan is die weer. Helemaal gerepareerd. Weer helemaal goed in staat. En dan hebben we ook niet de pech dat opeens de motor gaat uitvallen. Dus dit was ook een goede investering. De volgende investering, die gaan we ook meteen waarmaken. En daarvoor moeten we even de verrijker ophalen. Die staat natuurlijk in zijn eigen schuurtje. Het is al steeds een heel mooi gezicht. Er staat als een random zo'n schuurtje. En als je erin kijkt, kikkeboe, dan hebben we daar de verrijker. Want wat ik namelijk voor de verrijker wil aanschaffen is een aparte aanhanger voor pallets. Oftewel palletswol, palletsla, palletsonkruidverdelger. Want de aanhanger die wij op dit moment hebben is natuurlijk een aanhanger speciaal gemaakt voor balen. Oftewel, hij is niet helemaal vlak, hij is niet helemaal recht en hij is eigenlijk ook te groot voor het aantal pallets dat wij moeten bewegen. Dus hier staat al onze wol. Dus wat ik doe, is ik ga die alvast hier weghalen.
Want er kunnen namelijk weer nieuwe wolpellets worden geproduceerd. En dan hebben wij er in totaal 2, 4, 6, 8 die helemaal vol zitten met wol. Want ik heb ze hier over de maanden netjes neergezet, netjes opgestapeld. En het enige wat we nu nog nodig hebben is een nieuwe aanhanger. Kijk wat er in de tweedehands winkel staat. De Tiger 6S voor €307.399. En dit is de machine die wij nodig hebben om onze suikerbieten te gaan oogsten. Het probleem is alleen, ik heb er het geld niet voor. Ik zou hem heel graag willen aanschaffen, want het is echt wel een hele goede machine om te hebben. En deze aanbieding gaat maar één keer voorbij komen. Alleen we hebben het geld er niet voor. Dus we moeten hem binnenkort, als wij de suikerbieten gaan oogsten, gaan huren. Maar wat een beest van een machine is dit. Ja, helaas. Hij is 38% in de aanbieding. Maar helaas, pindakaas. We kwamen hier voor een aanhanger. En ik ga kiezen voor een dieplader. En normaal gesproken kunnen diepladers alleen maar achter vrachtwagens. Maar let goed op. Deze Lizard Gooseneck Trader die kan een ander koppeltype hebben. Namelijk een bumperpool. En een bumperpool past achter een trekker, past achter onze verrijker, past achter een auto. En dit is perfect. Want niet alleen kunnen we hiermee pallets opbewegen, maar kunnen we ook voertuigen opbewegen. Want er zit namelijk een extra klepje achterop die we op en neer kunnen halen, waarmee we gewoon voertuigen er heel erg makkelijk op kunnen rijden. Dan kunnen we natuurlijk wel wat andere keuzes maken, maar we houden hem gewoon simpel met een gunmetal zwarte kleur en gif zwarte velgen. Dit is wel een awesome trailer, jongens. We kopen hem. Dat kost ons in totaal €10.750. En dan gaan we hem even ophalen. Deze is awesome, jongens. Ik zweer het. Deze is awesome. Ik had hem eigenlijk niet zo groot verwacht, joh. Maar is niet erg. Dan kunnen er genoeg pallets op. Dan kunnen we sowieso alle pallets sla in één keer meenemen. En dan hebben we natuurlijk ook geen stress meer op het moment dat de balen aanhanger vol ligt. Dat we die eerst moeten verkopen of eerst moeten afladen. Nee, we hebben nu gewoon een aparte aanhanger voor pallets en voor voertuigen. Want let goed op, als ik namelijk op kruisje druk, dan gaat de achterkant open. En wat je dan kan doen, is ik kan het meteen ook even laten zien. Is je kan er gewoon met een voertuig heel erg makkelijk oprijden. Ik kan dus dat voertuig, een combine, een trekker, maakt eigenlijk niet uit wat. Die kan je op die manier heel erg makkelijk vervoeren. Kijk! Deze is serieus gaaf. Oké, perfect. Ik kan natuurlijk niet de verrijker gaan vervoeren, want we moeten de aanhanger namelijk wel ermee trekken. Koppel hem maar aan. En dan gaan we terugrijden naar de boerderij. En kijk dan, er zitten zelfs allemaal lampjes op aan de zijkant. Haha, goede aankoop. Opnieuw een goede aankoop. Op dit kanaal, jongens, kopen wij alleen maar slimme dingen. Laat maar zitten. Ik heb al zo vaak mijn geld verspild. Maar dit, jongens, is geen geldverspilling. Hoeveel pallets kunnen hierop, denk je? Sowieso twee naast elkaar. Natuurlijk kan je ook 5 hoog. En ik denk achter elkaar. Ik denk een stuk of 7. Dus 14 op 1 laag. Keer 5. Dan kunnen er 70 pallets op. Je kan er 70 pallets in één keer heen en weer rijden. Dat is wel een beetje tricky met opstapelen. Maar met die verrijker erbij moet dat makkelijk lukken. En we gaan het nu ook meteen testen. Want wat ik namelijk ga doen, is ik wil de spinnerij gaan kopen. We hebben nu redelijk veel wol. En dan ga ik meteen die wol daar naartoe brengen. De spinnerij kost ons, als ik het goed uit mijn hoofd heb, €60.000. Maar wat wij dan natuurlijk kunnen doen, is we kunnen de wol omtoveren in stof. En wol van zichzelf levert ongeveer, ik denk, €2.000 per 1000 liter op. Alleen stof van zichzelf levert €9.000 per 1000 liter op. Dus dat is een hele goede investering. En dat is ook de reden waarom ik er eigenlijk een extra schapenschuur bij wil bouwen. Want ik weet niet hoe lang we die schapen nu hebben, maar 8 pelletjes vol in een paar maanden tijd, dat is niet heel erg veel. Er kunnen ook maar, volgens mij, 60 schapen in. Maar als wij een grote schapenschuur kopen en er kunnen 120 schapen in, dan gaat het natuurlijk ook meteen 2 keer zo snel. Volgens mij kunnen hier zelfs maar 30 schapen in. Want dit is echt een heel klein schuurtje. Ik ga het even checken. Het antwoord is nog minder. Namelijk 25 schapen dat er in deze schapenschuur passen. En dat is ook de reden waarom ze niet zoveel wol produceren. Dat is ook wel logisch. Maar we stapelen de laatste 4 pallets op.
En dan hoop ik wel dat hier spanbandjes omheen kunnen. Ik heb dat eigenlijk nog helemaal niet getest. Maar ik ga er wel vanuit dat deze trailer gewoon spanbandjes bevestigingen heb. Maar we hebben er nog maar twee te gaan. En kijk hoe makkelijk het ook allemaal gaat, joh. Het is gewoon zonder moeite. Laatste twee erbij. En we hebben nog meer dan genoeg ruimte over. We zouden ze ook nog op kunnen stapelen. Maar dat is nu niet nodig. Spanbandjes. Ja, perfect. Kijk, dit is wat we willen zien. Goed vastgezet. En dan gaan we naar de spinnerij. Ik ga heel even snel kijken waar die precies zit. Want volgens mij is dat in het noorden van de map. Maar ik moet dat even controleren. Spinnerij is dit, hè? Ja, dus daar moeten we naartoe. Locatie markeren. En wat is de snelste route? Want er ligt daar namelijk een snelweg die we moeten oversteken. Dus ik denk gewoon hier de weg volgen. Naar rechts. Weg aan blijven houden en dan zijn we er. Als we deze weg blijven volgen, dan moeten we uitkomen bij de spinnerij. En we hebben 8000 liter aan wol in totaal. Dus als we dit omtoveren in stof, dan gaan we al 8 keer 8000 euro verdienen. Dus de investering van de spinnerij van 60.000 euro, die gaan we er heel snel uitkrijgen. Het gaat natuurlijk wel wat tijd kosten om de wol om te toveren in stof. Maar dat is de reden waarom we de fabriek gaan kopen. Want dan gaat de fabriek natuurlijk het werk voor ons verrichten. We zijn hier nog niet eerder geweest. Dus wat ik ook ga doen is, ik ga eerst even kijken. Want hier kan ik de spinnerij kopen. 60.000 euro zoals ik al zei. Oftewel, dit gebouw is nu van ons. Dan moet ik de aanhanger op een beetje een tactische plek neerzetten. Als ik hier gewoon de draai maak. Op deze manier. Dan hebben we genoeg ruimte om de wol eraf te halen. Dus there we go. Dan keren wij de verrijker om. Dan moeten we natuurlijk nog wel even de spanbandjes loshalen. En dan gooien we het allemaal bij onze nieuwe fabriek neer. Goed blijven sturen, goed blijven opletten. Njeeom. Maar we hebben er al twee binnen. Nu heb ik wel die andere een klein beetje scheef gezet. Maar het is er blijft wel opletten hiermee, hoor. En oh, 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 kijk, het wordt opgehaald. Weg is het. It's gone, man. It's gone. Dat gaat heel snel, joh. Nou, dan gooien we gewoon alles die kant op. En dan is het alleen maar een kwestie van wachten. Ik denk ook dat ik gewoon het beste de verrijker en de aanhanger hier kan laten staan. Totdat het klaar is. Want anders moet ik natuurlijk weer helemaal terug gaan rijden. En op het moment dat het dan stof is geworden, dan moet ik ook weer helemaal hier naartoe rijden. Dat is gewoon niet handig. Dus wat ik doe is, ik laat de verrijker met de aanhanger hier staan. Totdat het klaar is. Haal het maar op. En there we go. Dan moet ik ze wel even netjes inparkeren. Want ik denk niet dat de mensen die hier wonen er heel blij mee zijn als ik hem gewoon midden op dit weggetje laat staan. Ik zou er niet mee blij... Ik zou er niet blij mee zijn namelijk. Ik liep even vast, hoorde je dat? Waar kan ik het beste neerzetten? Ik denk gewoon hier aan de zijkant. Dit is natuurlijk ons terrein nu. Dus als ik hem gewoon hier achteruit inparkeer. Pas op, Ertje. Moet ik alleen niet de greppel inrijden. Dan hebben we gewoon een mooi plekje. Moeten we even één keer insturen. Hij rijdt niet heel fijn achteruit deze trailer. Maar hij is natuurlijk ook heel erg groot. Maar met wat tijd en met wat geduld lukt het makkelijk. En we laten hem hier gewoon staan. En ik hoor dat ze aan het werk zijn. Hoor je dat? Dan ga ik wel even snel checken hier. Want per maand kunnen ze 1440 wol omtoveren in stof. Per maand kost het ons ook 120 euro aan productiekosten. En ik zie nu ook dat we maar de helft ervoor terugkrijgen. Oftewel, we hebben nu 8000 liter wol naar de fabriek gebracht. Maar we krijgen maar 4000 liter stof ervoor. Dus dat is de helft. Maar er is al 4 liter stof gemaakt, jongens. Yeah, we zijn goed bezig, hoor. Uiteindelijk, als wij katoen produceren, kunnen we dat ook hier naartoe brengen. En 5 liter katoen produceert 3 liter stof. Dus dat is net iets meer dan de helft.
Dus katoen levert wel meer op, alleen dat produceert ook weer langzamer. Het is gewoon eventjes in de gaten houden allemaal, maar verder hoeven we hier niks aan te doen. Het is nu gewoon een kwestie van wachten. En op het moment dat er genoeg stof is geproduceerd, dan zetten ze dat hier neer, kunnen we het weer ophalen en kunnen we het gaan verkopen. Maar nu we geld hebben verdiend en geld hebben uitgegeven, hebben onze landen ook aandacht nodig. Want wat ik als eerste even ga doen, is ik ga eventjes de onkruidverdelger erbij pakken, want wij moeten namelijk land 47... even volspuiten met onkruid verdelgen, omdat daar het onkruid al aan het groeien is. We hebben wel geluk, want land 48, 49 en 50 groeit nog, let goed op, nog geen onkruid op. Dus dit is gewoon een klein taakje, helemaal natuurlijk met de armen die wij op deze machine hebben zitten. Maar het moet wel even gebeuren om onze opbrengst hoog te houden. Wat we daarna moeten doen, is we moeten veld 47, 48 en 49 nog een keer bemesten. En gelukkig hebben wij een nieuwe meststrooier die gewoon een bereik heeft van 40 meter. Dus zoals je kan zien, op deze velden geen enkel stukje onkruid te bekennen. Maar op dit veld, dat is meer dan ik dacht. Holy knetter, dat staat hier helemaal vol. Ja, dit moet wel eventjes gedaan worden, want dit is super zonde namelijk. Dus klap de arm eruit. En ik denk dat het 3 keer heen en weer is ongeveer, niet heel vaak. En de hele machine zit ook vol met onkruidverdelger. Dus we hebben meer dan genoeg. Plus we hebben natuurlijk op de boerderij zelf nog heel veel onkruidverdelger staan. Dus zet hem maar aan. En dan gaan we gas geven. En dan gaan alle plantjes in één keer dood. Maar als we dit niet doen, wordt de opbrengst natuurlijk elke keer minder en minder en minder. En als je in de verte kijkt, veld 50, staat ook geen onkruid op. Dus we hebben gewoon een klein beetje geluk. Het is nu ook winter, dus het zal ook niet meer gaan groeien op die velden. Maar dat is wel fijn. Dat is echt gewoon een gelukje die we hebben. Komt ook omdat we natuurlijk later pas in het jaar de gewassen hebben geplant. In plaats van dat we het volop in de zomer hebben gedaan. Want in de winter groeit alles gewoon wat minder snel. En daar hoort onkruid ook bij. Al moet ik zeggen, in mijn eigen tuin heb ik wel heel veel onkruid staan. In het echt. In mijn eigen tuin. Dus ik moet binnenkort ook aan het werk in mijn eigen tuin. Want er groeien allemaal van die soort vetplantjes tussen die ik niet wil hebben. Alleen die zitten heel diep in de grond. Dus dat is echt super, super vervelend om die gewoon weg te krijgen. En er groeien heel veel distels tussen. Nou, als het iets irritant is om in je grasveld of tussen je plantjes te hebben staan, dan zijn het distels. Dus in het echt moet ik ook even aan het werk. In het echt kan ik geen onkruidverdelger spuiten. Anders ging het vele malen makkelijker. Maar als ik in het echt onkruidverdelger spuit, dan gaan mijn eigen plantjes die ik heb staan natuurlijk ook dood. Dus als er iemand een tip voor hebt, laat het weten in de reacties, jongens. En dan heb ik het dus niet over Farming Simulator, maar dan heb ik het over het echte leven. Maar dit is zo gepiept, joh. Nog één keer terug zometeen, even dat middelste strookje nog meepakken. En dan zijn we er alweer klaar mee. Machine uitzetten. Even snel over het andere veld draaien. En zo, dit zijn veel suikerbieten, by the way. Wow. Ze zijn al goed aan het groeien, hoor. Je ziet echt de plantjes nu rustig en langzaam uit de grond komen. Maar de suikerbieten zitten natuurlijk ook onder de grond. Oftewel, de plankjes die we zien, dat is gewoon allemaal afval. Dat moeten we alleen op het moment dat we gaan oogsten eventjes eraf snijden. Want de suikerbieten zelf zitten natuurlijk in de grond. En daarom hebben we ook zo'n dure machine nodig. Die nu in aanbieding is, maar waar we niet genoeg geld voor hebben. Want die kunnen namelijk alle suikerbieten uit de grond gaan trekken. Maar hier zijn we klaar mee. Dus die kunnen we gewoon weer in de garage zetten. En dan moeten we de kunstmeststrooier er even uithalen. En dan moeten we alle velden gaan volsproeien. Even wachten met het oversteken van de brug, want anders gaan we het niet halen. Maar nu wel, daar gaan we. Hey, niet meer sla opeten, hè, hertjes. Je mag alles opeten van mij, maar niet meer sla. Dat moet ik namelijk nog verkopen. Achteruit erin. Ik ben nog steeds zo blij met die garage, want kijk hoeveel er al in staat. Ik wil misschien in de toekomst wel een soort overkapping erbij gaan plaatsen. Alleen het is ook zonde om daar nu geld aan uit te gaan besteden, want we kunnen het beter even bewaren. En ik zal vast en zeker weer een keertje iets doms gaan kopen, want zo ben ik. Maar vandaag is dat niet de dag. Ik wil altijd zoveel kopen, alleen heel veel dingen zijn gewoon niet praktisch en niet handig. Maar die leggen we weer op zijn plek. Dan zetten we de McCormick even buiten. Want dan haal ik de zondeer erbij voor de kunstmestsproeier.
Deze taak gaat op dit moment zo ontzettend snel. Het is echt twee keer heen weer op dat veld. Twee keer heen weer op dat veld. Twee keer heen weer op het laatste veld waar ik nu ben. En dan zijn we alweer klaar, joh. Dat is letterlijk gewoon alles. En je ziet ook dat het nog een keer gemest moest worden. Want het is net iets donkerder waar we hebben gesproeid dan dat het is waar we niet hebben gesproeid. En alle landen die zijn dus nu ook 100% bemest. Ik zal het voor de zekerheid even snel checken. Want 100% bemest. Opbrengstbonus van 68%. Ik had eigenlijk dit veld ook moeten ploegen. Want wat iemand in de reacties had gezegd is dat je na het oogsten van mais altijd moet ploegen. En ik heb dit veld gecultiveerd, wat inhoudt dat dat niet heel erg slim was. En wat inhoudt dat we het volgende keer dus even moeten gaan ploegen. Maar kan gebeuren. Ik had niet helemaal opgelet. Maar het laatste strookje pakken we even mee. En alsnog zal de opbrengst meer dan genoeg zijn. Helemaal natuurlijk alle velden bij elkaar. Sojabonus ziet er ook goed uit. Die komen ook echt wel al uit de grond. En nog een paar mines wachten, dan kunnen die weer geoogst worden. En wat we nu moeten doen, en dit is wel leuk. De vorige keer hadden we het gras gemaaid. Maar omdat we nu een aantal maanden verder zijn, is het gras opnieuw een stukje gegroeid over het gras heen dat ik al gemaaid had. En ik vraag mezelf dus nu ook heel erg af of ik gewoon het gras nog een keer kan maaien en het daarna kunnen ophalen terwijl we het vorige keer hebben laten liggen. Want dan wordt de opbrengst natuurlijk echt wel heel erg hoog. Omdat het gewoon twee keer maaien en maar één keer ophalen. Want dat is dan wel echt een heel smerig trucje. Om gewoon extra geld te verdienen. Dus die zetten we open. Ik moet alleen even de lampjes nog uitzetten. Anders is de accu zo meteen leeg. En halen we de McCormick weer op. En dan gaan we dus voor de tweede keer nu het gras maaien. Het is heel erg verwarrend. Dat weet ik ook. Ik vind het zelf ook verwarrend. Maar als het werkt, dan werkt het. En als het werkt, gaan we het er ook niet meer over hebben. Dus haal de maaien maar op. Klappen we meteen ook even uit. En pakken we meteen de achterste maaier er ook bij. En dan gaan we meemaken of dit werkt. Ik ben serieus heel erg benieuwd. Het is namelijk wel alweer gegroeid, zoals je zelf kan zien. Alleen kunnen we het nog een keer maaien. Het ligt er ook nog allemaal. Kijk, het oude gras ligt er gewoon nog. Dus we klappen hem uit. De voorste, die zet ik alvast aan. De achterste, die zet ik ook aan. En kan ik het nog een keer maaien? Jazeker dat het kan! Oh, die is perfect! Daar liggen er dus gewoon ladingen van twee maaibeurten nu op het veld. Hoeveel liter aan gras gaan we in de bunkersilo kunnen dumpen? Ik zou het ook kunnen ophalen met de balenmachine. Alleen het ding is, de schapen hebben nog meer dan genoeg gras liggen. Dus dat is niet echt nodig. Maar dan maaien we het gewoon nog een keer. Oh, dit is zo chill. Hier gewoon weer naar links. En dan pakken we alles eventjes mee. Dan schudden we daarna ook bij elkaar. En dan kunnen we het natuurlijk daarna gaan ophalen met de ophaalwagen. Ik weet niet precies wat de naam daarvoor is. Maar met de wagen die het gras in de bunkersilo kan gooien. Je snapt hem wel. Something draws me to you. It's taking over me. Don't know where you came from. But you're cutting deep. When the music's over, will you come with me? Tell me you can feel it though we're oceans apart. I've got love for you. I've got love for you. And I know this magic sparks. I've got love for you.
Mark heeft er op dit moment moeite mee om het af en toe allemaal bij elkaar te harken. Omdat er dus gras ligt van twee meibeurten. Dus het is gewoon veel, maar ik echt veel meer in één keer. En die berg ook. Moet je kijken hoe hoog die berg is die we achterlaten. Ik kan hier denk ik het beste weer eventjes de andere kant op gaan. Dan pakken we gewoon de lijn vanaf hier weer verder. En het fijne ook aan deze hark is dat de achterkant gewoon meestuurt. Oftewel de hark zelf, die stuurt mee met de trekker. Dus ook als ik achteruit rij en ik wil hem dus een beetje erin sturen. Kijk, dan stuurt hij mee en dan stuurt hij heel erg scherp mee zelfs. Dus het is wel opletten, maar het is wel fijn dat hij meestuurt. Daardoor kan je de bochten ook veel makkelijker maken. Maar kijk hoeveel er ligt, jongens. We laten echt een hoop achter. Wow, yo. Nu is onze aanhanger redelijk klein om zo meteen het gras op te halen. Dus de vraag is, hoe vaak moeten wij heen en weer rijden naar de bunkersilo? Dit is echt serieus veel, hoor. Woe! Wat we moeten doen is, we moeten sowieso nog twee keer heen en weer met de hark. Want dan hebben we gewoon mooie lijnen liggen. Alleen daar kan ik natuurlijk wel een werker voor inhuren. Want dan kunnen wij het alvast gaan ophalen. Dus we maken dit lijntje nog even af. Dan zetten we de trekker ook goed neer. Dat de werker ook meteen aan het werk kan. Dus op die manier. En let nu op met het keren. Kijk, ik stuur gewoon mijn trekker helemaal naar links. Dan maak ik de draai. En kijk die aanhanger. Kijk die aanhanger. Die stuurt gewoon helemaal mee. En dan kunnen we hier weer verder. Het is echt ideaal deze. Gewoon puur door hoe scherp die kan sturen. Maar, doe je ding, werkster. Want dan gaan wij heel snel even de jondeer ophalen. Met de aanhanger. En dan gaan we het gras ophalen. Start de motor. En de aanhanger staat helemaal daar in de hoek. En dan moeten we alleen even oppassen voor de ploeg. Want ik heb de ploeg daar namelijk netjes tegen de muur aangezet. Dat we er ook helemaal geen last van hebben. Dat hij ook gewoon altijd daar kan blijven staan. Want, perfect, we kunnen heel makkelijk omheen rijden. We zetten de machine aan. En dan gaan we hier beginnen met het ophalen, jongens. Daar gaan we. Hoe snel zit hij vol? Dat is nu de vraag. 10%. 15%. Ja, dit wordt vaker heen en weer rijden dan de vorige keer. Kijk hoe snel die vult. Kijk hoe snel die vult. We hebben nu al 7000 liter aan gras, hè. Oh boy, oh boy. Kom maar door, hoor. Kom maar door. Het is allemaal geld namelijk, dus kom maar door. En het kelvoer, dan moet ik even kijken. Het kelvoer levert het meeste op of in november. Alleen we zijn natuurlijk nu al november voorbij. Of in februari. Alleen het ding is, ik weet niet... Oh, is het al vol, joh? Holy knetter. Ik weet niet of wij februari gaan halen, want het gras moet natuurlijk nog gaan fermenteren. Dus daar moeten we op gaan wachten. Alleen als het gefermenteerd is in februari, dan kunnen we het meteen dan gaan verkopen. Dat is nog 2 maanden wachten. Maar ik weet niet precies hoe lang gras nodig heb om te fermenteren. Dus dat is even het dingetje. Maar we rijden gewoon helemaal naar achter. En dan gooien we daar allemaal neer. Ik begin gewoon in deze hoek met vullen. Moet ik niet de zijkant raken. Perfect. En dan kunnen we de volgende lading natuurlijk in het midden droppen. En de lading daarna helemaal aan de andere zijkant droppen. Dus there we go. Tegelijkertijd gaan we natuurlijk langzaam vooruit rijden. Dat het een beetje gelijk verdeeld wordt. Op deze manier gaat het goed. Gooi het er maar uit. Gooi het er maar uit. 1000 liter te gaan. En hij is leeg. Kijk. Prachtig. Oké, dat ligt daar. Oh, goed. Ik moet wel kijken waar ik rij. En dan kunnen we de rest gaan ophalen. De werker is nog goed bezig. Maar je bent klaar, hè, werker. Wat ben je aan het doen? Mevrouw. Ik ben daar al geweest, mevrouw. Ze denkt ook, ik wil meer betaald krijgen. Dus ik ga lekker door, joh. Ze denkt, we gaan gewoon over het stukje heen waar ik net al overheen ben gegaan. Stop. Je bent klaar. Ik heb hem gewoon extra betaald nu, hè. Moet je even nagaan. We zitten heel veel niet op te letten. Dit is wat er gebeurt. En kijk deze berg die hier ligt, joh. Daaroverheen, jondeer. Oh, dit kost kracht. Ik weet niet waarom ik dat moest doen, maar ik zag een berg liggen. Dan gaat het eigenlijk automatisch. Maar hij zit alweer voor 21% vol, joh. Ze maken de bocht nu wel even normaal. En dan gaan we de rest volgen. There we go. 5000 liter, 5500, 6000 liter. Het tikt aan en het blijft ook aantikken. En we hebben pas één strook opgehaald.
We zijn nu bezig met de tweede strook. En we hebben er nog 1, 2, 3, 4 hierna te gaan. Dus als we per strook 1 aanhanger vol kunnen krijgen. Met elke aanhanger 16.000 liter. Dan kan je het uitrekenen. 6 keer 16.000 liter is 80, iets meer dan 80.000 liter. Zelfs nog meer, 90.000 liter zelfs. Dat is echt heel erg veel. Achteruit erin. Netjes tegen de andere lading aan. Op die manier. En dan droppen we het er weer in. De laatste bekers halen we op en er liggen nu al 5 aanhangers vol in de bunkersilo. Woe, dat is serieus heel erg veel. Ik denk dat we dit laatste strookje en het halve strookje aan de zijkant nog wel in één keer mee kunnen pakken. Dus niet dat we nog een keer heen en weer moeten rijden. Maar daar komen we letterlijk binnen enkele seconden achter. Ja, dat redden we wel. 65%, 70%. Ja, dat moeten we wel redden. Er ligt namelijk nog maar een heel klein strookje aan de zijkant. Althans, wacht. Ik denk serieus dat we meer dan 6 aanhangers vol gaan krijgen. Want er ligt hier nog wel wat. En er kan nog maar 10% bij. We moeten nog een keer heen en weer rijden. Hè? Ja, we moeten nog een keer heen en weer rijden. Zit alweer vol. 16.100 liter zit er alweer in. Ik ga ook heel snel het gewichtje van de zondeer afgooien. Want ik kom af en toe vast te zitten namelijk erin. Dus ik leg die heel veel daar neer. En waar kan ik het er nu nog bij gooien? Joh? Ik moet er nu echt gewoon volle vaart achteruit in scheuren. En dan kunnen we het helemaal tegen de muur aanrijden. Dus gooi hem eens achteruit. Terugsturen. En nu volle vaart. Gas, 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 gas. Wow. En drop hem maar. Woe. Het is gelukt. Want het is nu ontzettend hobbelig hier. We moeten natuurlijk ook nog even gaan aanstampen. En daarvoor wil ik wel even een egaliseermachine kopen. Want dan gaat het hopelijk wat makkelijker. Dus deze is ook geleegd. En hoeven we nu nog maar een heel klein stukje op te halen. Dus niet heel veel gras meer. En dan is alles opgehaald. Dan is het hele grasveld weer leeg. Dan kan het natuurlijk ook weer rustig gaan groeien. Maar wat we ook kunnen doen, is we kunnen hier natuurlijk een gewas op gaan planten. Dus laat even weten in de reacties wat jullie willen dat ik met deze twee velden ga doen. Of dat we het gewoon gras laten. Of dat we het natuurlijk veranderen in gewoon een bepaald gewas. Maakt niet uit welk gewas. Maar dan moet ik natuurlijk het veld wel weer even gaan ploegen van tevoren. En dan kunnen we daarna iets anders erop gaan planten. Dus ik zal deze restjes ook nog even proberen mee te pakken. Hop. Hop. En dan hebben we nog een extra 5300 liter. Dus dat pleuren we gewoon erbij op de stapel. Ik denk dat ik het beste gewoon aan de rechterkant erop kan gooien. Achteruit. Gas is alles op dit moment. En dan dumpen wij dat hier. De laatste beetjes. Gooi maar op de stapel. Op die manier. Dan kan deze natuurlijk weer netjes worden teruggezet in de garage. En wat we dan moeten doen, is we moeten even een egaliseermachine kopen. Zodat we het allemaal goed kunnen gaan aanstampen. En zodat natuurlijk het cel eroverheen kan worden gespannen. Om het te laten fermenteren. Koppel hem maar los. En dan gaan we even in de winkel kijken.
hoe duur een egaliseermachine is. Dat valt reuze mee. €2450 kost de MSS 3700 met een gewicht van 725 kilo en een werkbreedte van 3,7 meter. Dus ik weet niet precies hoe dit werkt. Het is puur eventjes kijken, want ik heb dit ook zelf nog nooit gedaan. Maar ik koppel hem gewoon aan de McCormick. Dan laat ik hem natuurlijk zakken. En dan moeten we het op die manier... Oh, dat werkt heel goed. Gaan egaliseren. Kijk, dat werkt heel erg goed. Dat werkt superieur. Alleen het probleem is, kijk, ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier in mijn bunkersilo zit er zo'n rare gleuf tussen. Dus ik weet niet of één van jullie weet wat ik daaraan kan doen. Maar daardoor kom ik natuurlijk niet heel erg makkelijk verder. Dus waar dat aan ligt, ik heb geen idee. Maar als iemand het weet, laat even weten in de reacties. Want dan kan ik hopelijk proberen die gleuf daar weg te krijgen. Want er zit nu gewoon een heel gat tussen namelijk. Om van de ene kant naar de andere kant te komen. Terwijl dat natuurlijk niet hoort. Dus mocht iemand dat weten, let me know. Dan kan ik het gaan aanpassen. Maar we stampen het voorste gedeelte in ieder geval wel goed aan. En dan moeten we zo meteen even proberen om naar het achterste gedeelte te komen. Een paar keer eroverheen, dan ligt dit allemaal netjes. Maar ik ga even kijken of ik hier naar achter kan komen. Hop, ja! Oké, dan kunnen we dit ook even aanstampen. Dat doen we even op een wat andere manier. Want als we gewoon weer vast te zitten namelijk. Maar dit is niet ideaal, kan ik je zeggen. Dit is eigenlijk heel erg vervelend dat het zo gaat. Want het lijkt nu wel alsof het twee verschillende bunkersilo's zijn. Terwijl het toch echt... Ik heb hem toch echt in één keer gekocht voor €65.000. Dus misschien is het wel een glitch van de game. Dat kan natuurlijk ook. Kan wel eens gebeuren. Maar het is niet praktisch. Achteruit rijden. Op die manier. En dan moet dit wel genoeg zijn. Alles is goed aangestampt. Goed aangedrukt. Mooi geëgaliseerd. En het is ook veel... 101.888 liter. Boom! Zel eroverheen. Het kan gaan fermenteren. En dan hoop ik dat het in februari klaar is. Want als het in februari klaar is, dan kunnen we het meteen verkopen. Omdat de prijs dan natuurlijk op het hoogste is. Dus dat is wel eventjes afwachten. Waar ga ik deze neerzetten? Ik kan hem gewoon aan de zijkant neerzetten natuurlijk. Als ik hem gewoon hier tegen de muur aanleg, dan hebben we er ook geen last van. Het is gewoon een mooi plekje ervoor. En dan ligt hij altijd in de buurt van de bunkersilo. Dus die leggen we daar neer. En dan ga ik deze video hierbij ook afsluiten. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor het support. Het was weer een productief dagje waarin we veel geld hebben verdiend. Waarin we ook veel geld hebben uitgegeven. En waarin we ook weer heel veel hebben gedaan. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Super gaaf dat jullie natuurlijk allemaal bij waren. En we zijn, zoals altijd, zo snel mogelijk terug met een nieuwe video. Dus bedankt allemaal voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Bye bye mensen.